Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video van SW25 op mijn YouTube-kanaal. Ja, er is weer een nieuwe SBC uitgekomen. Dan moet ik natuurlijk weer eventjes aan jullie een mooie update geven. Voor jullie zien jullie mijn op Present Final Team. Ik heb qua gameplay, jongens, deze game echt opgegeven dit jaar. Ik denk dat heel veel van jullie het al gedaan hebben. Ik ga lekker de rest van het jaar met dit team spelen. Ik ga lekker upgraden. Ik ben nog een Michiel Kramerad Ivo, die naar 86 gaat met lijpen stats. En we gaan gewoon lekker fun hebben. En we zien wel uh, waar de game verder gaat stranden dit jaar. Um, wat er dus is bijgekomen, is um, de World Tour Frans League upgrade. Toen ik dit voor het eerst zag, dacht ik. Oh, ze hebben de oude League SBC's weer teruggebracht. Want je ziet, er staat 11 squads. Het lijkt heel erg op een League SBC. Um, en ik ga jullie even laten zien wat het precies inhoudt. Voor de mensen die dat nog niet gezien hebben. De eerste squad bestaat uit een uh, squad die je moet inleveren van de Arkema Premier, Premier League. Nee, Arkema Premier League noem het maar even. Dat is de vrouwen league een divisie. Nou daar heb ik een aantal spelers van. Niet zoveel. Uh, en deze spelers zijn nu allemaal best wel duur. Omdat iedereen dit aan proberen uh, te completen is. Um, kijk de gouden die, zijn, uh, die kun je voor 1200 nog oppikken. Maar de zilvers en de bronzen die uh, zijn geskyrocket in prijs. Oké, okay, nu zijn ze allemaal wel weer redelijk omlaag gaan komen. Ik heb daar straks mensen gezien die shit voor 5 en 6 k kochten. Um, dus dit heeft de prijzen van de, de uh, silvers, de bronzen en ook de gouden heel erg omhoog gehaald. Dus je ziet, als je nu een gouden of een bronzen kaart pakt uit de BPM van uh, de Arcema Premier League, dan heb je gewoon in één keer 1400 coins erbij. En dat hadden we nog niet in de BPM, dus dat is oprecht heel nice. Um, dan hebben we... De, deze is ook nog anders van de rest. Hier moet je uh, uh, een hele squad inleveren van de League 1 en de League 2. Mag je gecombineerd en je mag maar maximaal twee van elke club hebben. Uh, hoe ik dit heb ingevuld, uh, of ga invullen, zal ik je zo uh, aan jullie uitleggen. Uh, maar dit is op zich niet uh, de moeilijkste SBC die er is. En de rest van de League SBC bestaat uit een team met 26 cam, 80 teamrating en één speler van een team... Of ja, één speler van twee teams. Van um, de league 1. Dus hier heb je Auxerre en Paris saint Germain Waar je een speler van moet inleveren. Hier uh, Lavre en uh, Olympique Lyon. Hier heb je uh, Toulouse en Montpellier. En nou, zo heb je van de hele. Uh, van heel de Franse competitie moet je dus één speler uh, inleveren. Om dit te completen. Het enige kutte is. Oh, sorry, uh, sorry dat ik vloek. Maar het enige vervelende is. Dat je hier 80 rating voor moet inleveren. Dat vind ik net wat veel. Want als je kijkt naar de uh, group reward of naar de groep rewards. Naar de, de rewards van elk SBC. Het is allemaal een player pack van twee: een small gold player pack, small electrum, small prime electrum, electrum, gold en prime electrum. Dat zijn niet de beste packs die je terugkijkt. Het enige wat wel weer tof is, is dat dit is allemaal tradable Dus al je untradable crap die je niet gebruikte, uh, kan je hierin gooien um, om dit te completen. Uh, hij is twee keer repeatable. En dan vragen jullie: en je krijgt een mega pack voor de groep rewards. Dan vragen jullie af, Jelle, waarom moet, waarom moet ik deze completen? Um, ...dat moet je doen om deze kaart te krijgen. Dat is Tel. Uh, dit ziet eruit als een best wel goede kaart. Hij heeft uh, Powershot Plus ook nog eens. Uh, Financial Shot, Chip Shot, Rapid en First Touch. Dus dit ziet er al uit als echte kaart die insane gaat zijn in-game. Uh, en hier staat Complete World 2 France League Upgrade Once. Dus dat betekent dat je één keer die hele SPG gecomplete moet hebben om Tel te krijgen. Uh, je krijgt er ook nog een 84 plus keer 2 uh, voor en 500 XP. 1000 XP zelfs, ja. Dus, uh, wat vind ik hier nu van? Want dit hadden we niet verwacht dat dit zou komen. Um, ik vind het een beetje dubbel. Aan de ene kant zeg ik, uh, het is goed... He, we hebben weer wat nieuws om te grinden. En aan de andere kant vind ik het ook een beetje. dat ik... Ja, je moet wel heel veel gouden spelers hier inleveren. Het was ook nice geweest als je hier wat zilvers en bronzen voor had kunnen inleveren. Maar ik, ik heb er even over nagedacht. En ik heb een idee hoe je dit het beste kan doen. Um, zoals je net gezien hebt, zijn dus de silvers en de, um, de bronzen van de vrouwen-League uh, ontzettend omhoog gegaan. Ik weet eigenlijk niet of dat ook zo is van de League deukaarten. kaarten uh, Ik denk het eigenlijk niet. Uh, we gaan het even checken. Uh, nee. Oké, okay, dat valt reuze mee. Die zijn nog 300. Maar zoals je ziet, staan er minder op de markt dan dat er normaal staan. Um, ja, er staan er niet heel veel op de markt. Dus misschien dat je dit allemaal wel een beetje kan verkopen. Dat valt allemaal mee. Maar, anyways, uh, er is weer een nieuwe um, uh, ja, soort kaart in de bronspack bijgekomen. Waar je heel veel coins van kan maken. En dat zijn dus de kaarten van deze uh, competitie. Dus dat is op zich een positief iets. Dat, we hier, dat je weer ja, gewoon een nieuwe manier hebt. Om via de bronzebacks weer extra winst te maken. Bronzebacks waren al best wel goed. Nu worden ze dus alleen maar beter hierdoor. Dat is op zich een positief ding. Nog iets positiefs is de manier waarop je deze SPC's moet gaan completen. Denk ik. Is je hebt uh, twee spelers dus van uh, bepaalde clubs. Hier heb ik een voorbeeldje gemaakt. Uh, waar ik mee bezig was tijdens de stream daarnet. Je hebt een speler, uh, twee spelers van dus de clubs die je nodig hebt. Um, die leveren nu toevallig ook allemaal één chemistry op. Maar dat hoeft helemaal niet. Als jij zorgt dat jij van een andere league... al deze spelers invult. Dan heb je sowieso 26 chemistry te pakken. Um, en dat moet dan een league zijn... die niet in de league SBC betrokken is. Die wel veel gouden kaarten heeft. Dan heb ik het over... de uh, Barclays WSL. Over de uh, GPFBL. Over de Liga F. De NW, uh, NWSL. De Pro League van de Belgen. Uh, wat hebben we hier nog meer? De, even... Kijken, wat kun je hier nog meer voor gebruiken? De Portugese League bijvoorbeeld. Uh, die heeft van zichzelf ook veel gouden kaarten. Ik heb er nu niet veel in mijn club. Ik heb gisteren heel veel dingen weer gerinst. Uh, maar de Portugese League kan je hiervoor gebruiken. De Turkse League kan je hier goed voor gebruiken. Um, al dat soort leagues, die kan je prima. Daar ja, pak je altijd best, wel wat gouden, best wel wat gouden kaarten van. Hier heb ik ook nog een paar in mijn club staan. Um, die kan je dus mooi gebruiken in deze League SPC. Dus je hebt nu eigenlijk weer voor je Untradables op elke plek. Kan je je kaarten kwijt, als het ware. En dat is op zich wel een positief iets van deze League SBC. Het enige jammer is dus dat, ja, de pack rewards zijn niet heel goed. Dat is, uh, dat is gewoon een beetje matig. Uh, de groep reward, de mega pack, is dan weer wel goed. Ook die is tradable. Dus daar ben ik oprecht een voorstander van. Want het is nu wel weer dat je al je untradable crap kan je inruilen voor tra tradable crap. Met de upgrade packs die je normaal hebt, waar je, nou, de Turkse en de. Uh, Barclays WSL-kaarten normaal ingooide, De 75x3's bijvoorbeeld. Hè, die hebben we ook nog steeds. Deze. Um, waar staat die? Uh, uh, deze. Dit is allemaal untradable wat je terugkrijgt. Um, en nu kun je untradable troep. wat je nooit meer zou gebruiken. inruilen voor tradable packs. waar je daadwerkelijk met een paar silvers of een paar golds. Uh, want dit zijn gewoon 12 goldspelers die je terugkrijgt. waar je daadwerkelijk weer wat coins van kan terugmaken. Dus op zich. Is het heel goed? Nee. Is het heel slecht? Ja, nee, eigenlijk ook niet. Het is gewoon een extra manier om je League SPC grind te verlengen. Dus je, je blijft nog steeds deze spammen. Ik heb elke keer als ik deze gedaan heb, dan heb ik die drie zo weer gedaan. Dus je spamt ja, deze totdat je deze weer hebt. Uh, totdat je hier weer genoeg van uh, bijgepakt hebt. Dan pak je hier heel veel spelers van die je op den duur uh, hier gaat kwijt kunnen. Uh, en je moet sowieso wachten met deze SBC, totdat je dus uh, spelers van allebei de teams hebt. Je kan het eventueel ook kopen, want je gaat mij niet vertellen, ja ik weet het eigenlijk niet, maar dat een speler van Monaco bijvoorbeeld, die gaat, dat gaat niet heel duur zijn. Uh, hoop ik. Nee, die kun je gewoon voor 700, 800 oppikken. Maar je ziet dat alle uh, bronzen bijvoorbeeld nu, van Monaco, die zijn dus allemaal 700 coins. Ik weet ook niet of dat van andere clubs zo is eigenlijk. Sint Etienne. Ja, moet je kijken. Uh, zijn Er wel wat andere. Ja, er zijn sommige bronzen voor wat minder. Maar ook de spelers van de League-Un, van de Franse competitie, die zijn omhoog gegaan. Dus al met al, voor de Grinders is dit denk ik een zieke W. Je hebt extra spelers vanuit de Bronze Packs waarmee je winst kan maken. Dat is één. Twee, je hebt een plek waar je al je untradeable spelers die, waar, die geen plek hadden in de League-SBC, die kan je nu gebruiken voor deze Franse League-SBC-achtig iets. Ehm. Um, en je kan die tel gratis vrij spelen, wat super chill is. En met die mega pack heb je nog een pack erbij voor Team of the Year ook nog. Dus ja, al met al, het is niet super, maar het is beter dan wat we hadden tot nu toe. En ik denk als IE de feedback leest en de en volgende keer dit misschien 77 reden maakt in plaats van 80 reden. En dan een iets mindere speler in de groep reward zet of zo. Ja, ik weet niet hoe ze dit precies willen doen, want ze willen natuurlijk die groep reward. Zeg maar, die speler is best wel goed. Dus ze kunnen ook niet zomaar zeggen: Dit is 75 graden. Dus ik snap wel dat ze een beetje aan het zoeken zijn: Hoe kunnen we dit nou mooi indelen? Maar ik, ik vind dit echt een stap de, de goede richting in. Ik ben hier niet heel negatief over. Um, dus ik zou zeggen: Voeg dit gewoon toe aan je grind. Ga hem lekker slow grind. Je hebt hier 10, 11 dagen de tijd voor. Je moet hem sowieso één keer doen. Ja, die tweede keer is leuk als je nog een keer een mega pack krijgt. Maar het is niet belangrijk. Het is, dit is vooral een plek om je dubbele crap in weg te gooien. En gewoon tradable packs en tradable spelers terug te krijgen waar je gewoon weer wat coins. Van kan terugkijken om terug op je coin te zetten. Ik heb hier dus straks een gouden kaart van de Libertadores uitgepakt. Die we gewoon hebben verkocht voor 3k. Terwijl ik hier heel veel untradeable spelers heb ingestopt. En nog twee spelers van 500 coins erbij heb gekocht. Dus je maakt de winst op deze SBC. Uh, en ik was mijn uh, untradable zooi weer kwijt. Wat ik voor tradable heb uh, ingehaald. Dus dat is dan wel weer... ja, Het is, het is veel wat je moet inleveren. Ik, ik begrijp wat jullie bedoelen. Het is 80 reden. Um, je moet hier heel veel gouden kaart voor inleveren. En je krijgt een minder gouden kaart voor terug. Maar het is wel untradeable. Ruilen tegenover. Als dit allemaal untraderbaar was geweest. ja, dan was dit wel echt een hele. hele matige SBC geweest. Dus dat jongens. Ik zou dit vooral toevoegen aan je grind. Ja, en dan proberen die tel vrij te spelen. En ja, op die manier richting Team of the Year. krijg je wel. Ja, toch weer twee mooie packages bij. Het is meer dan niks. De Team of the Year grind van mij staat inmiddels op 96 packs. We hebben vandaag weer rustig door de League SBC's heen gegrind. En nou ja, zoals jullie kunnen zien, ben ik zelf al aardig bezig met alle leak SBC's completen. En alle packs die hier staan. Um, dus dat gaat, uh, dat gaat hartstikke goed. Laat vooral ook even in de reacties weten hoe jullie Team of the Year grind gaat. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie van deze nieuwe SBC vinden. En hoe jullie dit gaan grinden. Want ja we moeten allemaal weer een beetje adjusten op dat er weer iets nieuws is. Wat we nog niet echt weten wat we daarmee moeten. Maar de bronze packs zijn in ieder geval beter dan dat ze hiervoor waren. Het is een stap de goede richting op. We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg. Bedankt voor het kijken, jongens. Uh, veel succes met grinden en ik zie jullie bij de volgende video weer terug. Doe doeg.